Iedereen die ik spreek kent op de een of andere manier mijn oom. Ja. Niet misschien persoonlijk, maar iedereen kent het verhaal. Dank u wel. Nadat hij was doodgeschoten. Het ging wereldwijd en dat hadden wij natuurlijk nooit verwacht. Volgend jaar april ga ik Walk for Homes doen en ik ga van Amsterdam naar Den Bosch lopen. Een tocht van 148 kilometer. En dat ga ik samen doen met 84 anderen. Om ja, mijn oom eigenlijk te herdenken en de mensen in Syrië te gaan helpen. Dus, erg mooi. Ja, de mensen leven daar gewoon in angst en zien nog niet echt een toekomst voor zich. Dus ik hoop gewoon met dit gebaar dat ze die projecten weer kunnen opstarten van mijn oom. En er komt waarschijnlijk ook een Frans van der Lucht Center in Homs. Leuk om hier te ontmoeten. Ja. Oké, okay, bye bye. Mijn oom organiseerde voettochten voor jongeren voornamelijk van elk geloof. Dus christen of moslim, dat maakte hem niet uit. Iedereen was welkom. Tijdens zo'n voettocht leer je jezelf heel erg kennen, want je wordt moe. Dus je laat eigenlijk al je oordelen over mensen vallen. En dan krijg je de echte ware jij naar boven. Je innerlijke huis, wat hij zei. Dat komt dan naar boven en vanuit die fase kun je echt het gesprek met elkaar aangaan. Ik ken natuurlijk mijn oom mijn hele leven, alleen ik ben er ja, sinds ik de Walk for Homes ben gaan organiseren echt gaan leren kennen. Want ik heb verschillende boeken over hem gelezen en zijn eigen boek natuurlijk. En daar komt zoveel in terug dat die gedachte dat ik echt op hem lijk steeds meer naar boven komt. Want we hebben echt heel veelzelfde raakvlakken en dat is echt super mooi om te zien. Valse liefde. In dit deel zullen we twee belangrijke relaties in ons leven onderzoeken. Ten eerste de relatie tussen geliefden en ten tweede de relatie tussen ouders en kinderen. Aan de hand daarvan zullen we ontdekken dat wat we liefde noemen soms niet meer is dan eigenbelang en bepaalde behoeftebevrediging. Het was gewoon een hele liefhebbende man die heel goed naar je luisterde, echt luisterde. Want dat omschrijft hij zelf ook. Luisteren in het leven is het moeilijkste wat er is. En dat heb ik eigenlijk altijd wel van hem overgenomen. Dat ik echt goed mijn best moet doen om echt naar iemand te luisteren en niet alleen te horen. Ik heb soms echt het idee dat hij over mijn schouder meekijkt en als het nodig is maar even dat duwtje in de goede richting geeft bij dit project.